Hallo en welkom bij deze nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En ik ben namelijk mijn moeder aan het ophalen, want we gaan naar de bazaar en dan gaan we heerlijk Marokkaans, Aziatisch, weet ik veel wat we daar allemaal gaan eten. Maar het wordt super lekker, althans daar ga ik vanuit dat het super lekker gaat worden. Het zonnetje schijnt, zo, dat is een vette bak. Het zonnetje schijnt, het is, nou ja goed, het is lekker zoveel graden. Het licht is op groen, dus we mogen weer door. Ik heb de afgelopen dagen wel wat andere lollige dingen nog opgenomen. En ik dacht daar, ja, hè, om daar apart 3 aparte vlogs voor te maken hier op mijn kanaal, vond ik iets wat veel. Dus ik heb er gewoon 1 langere vlog voor gemaakt hier. Dat gaan jullie nu allemaal zien. Jullie gaan een vlog zien dat, wat was die eerste nou ook weer? Die eerste vlog ben ik gewoon alweer kwijt. Maar in ieder geval, er is een vlog met zeesterren. Echt waar, ik was op het strand en ik vond echt van zulke zeesterren niet gelogen. Echt niet overdreven ook. En verder heb ik nog een vlog gemaakt. Alleen kan ik me daar niet echt zoveel meer van herinneren. Ik ben ook naar een voetbalwedstrijd geweest. Sparta tegen RKC. En ik ben helemaal niet echt zo van het voetbal. Maar ik dacht van, nou, weet je wat, oud klasgenootje had gevraagd of ik mee wou. Ik heb gezegd, nou ja, leuk, laten we dat doen. We bezoeken regelmatig sportiviteit op. Dus zijn we lekker naar Sparta RKC geweest. Daar heb ik ook beelden van geschoten, dus die gaan jullie ook weer vanzelf zien. Kortom, Sparta RKC en zeesterren in de zee. Die aangespoeld zijn. Ja, dat gaan jullie dan zien in de vlogs die nu, hè, in deze vlog. Allemaal, in 1 vlog. En ik ga nu mijn moeder ophalen. Die zal wel denken, wat is die gozer nou weer aan het doen? Ik ga dadelijk zeggen wat ik gegeten heb op de terugweg. En dat ik heerlijk wat ik gegeten heb. Dat ga ik dadelijk zeggen. Na dat ik mijn moeder heb opgehaald en we uiteen te zijn gegaan. Je begrijpt het vanzelf wel. Nou goed, dat was even de wedstrijd. Ik ben nu bijna thuis. Bijna thuis. Ik zeg bijna omdat thuis is iedereen natuurlijk aan het slapen. En ik dacht om toch nog een leuk einde. Pardon, ik heb het lucht in. Om toch een leuk einde aan deze video te brengen. Dacht ik, neem even op in de auto. Ik zoek een parkeerplaats op. Vertel hoe ik het gevonden heb. En ja, dat is het eigenlijk. En dat ik even een salade aan het. Ik heb ergens een salade op de kop getikt. Ik dacht, dat is heerlijk. Een lekkere, gezonde salade. Lekker gezond, ja. Want al die fastfood shit na wedstrijden en zo, daar beginnen we niet meer aan. We gaan gewoon in het teken gewoon lekker gezond doen. Want er mogen bij mij ook wat kilootjes af. Dus vandaar even een lekker, wat is het? Een salade. Ik weet ook echt, pesto, iets met pesto. En dat gaan wij dus lekker opsmullen, even op deze parkeerplaats. Dan ga ik heerlijk door naar huis. Ik vond de wedstrijd, ik vond het echt super gaaf om een keer mee te maken. Ik heb wel vaak een voetbalwedstrijd meegemaakt. Maar dit keer was het echt gewoon, de sensatie was top. De mensen waren top, het publiek, de voetballers waren top. Het was echt een topavond op het ene nadat het echt fucking koud was buiten. Echt, ik heb hem met een sjaal rondgezet. Een sjaal die heb ik nog rond. Dit is mijn sjaal, dit is mijn hoed. En ik had handschoenen aan. Het was echt hartstikke koud buiten. En je moet maar bedenken, de wedstrijd duurt 2 keer 3 kwartier. En dat is echt,
Dat is echt fucking koud. En op den duur dan voel je je tenen niet meer. Nou ja, echt. Brrr, brrr, was het. Maar ja, goed, het was wel een toffe wedstrijd. Ja, en dan de weg naar huis. Nu ga ik lekker even eten en ik zie jullie een volgende keer wel weer. Tot de volgende keer. Hey, hallo en welkom weer op mijn kanaal. En zoals jullie zien ben ik gewoon lekker weer. Even lekker aan het strand, lekker even lekker buurten, gewoon even kijken van wat hier allemaal te doen is. En er is, zoals je wel kan zien, er is helemaal geen reet te doen. Behalve een hele mooie wandeling maken hier. En ik weet niet hoeveel ruis erop zit nou, maar een hele mooie wandeling kunnen we hier zeker maken. Zullen we mailtjes weggejagen? Daar heeft een mailtje, die heeft daar wat. Gaan we het mailtje even vragen wat hij daar heeft. Die mailtjes vliegen dadelijk allemaal weg. Zullen we dadelijk gaan zien? Mailtjes die vliegen dadelijk allemaal weg en dan vliegen ze. Vliegen ze allemaal weg. Zie je helemaal? Tering! Wow, shit, kijk nou eens wat we hier. Kijk nou eens wat we hier vinden. Dat is een motherfucking zeester. Zou die nog leven trouwens? Dat is vette, daar zit nog een vogeltje, die heeft ook weer wat. Al die zeesterren op te vreten hier, er komen allemaal nog één. Motherfuckers. Zie hier nog een zeester. Allemaal aangegeten. Het gaat heel lang. Ja, dat is zeester. Ja, een hele grote mossel, dat vind je hier ook op het strand. Maar dat is het mooie, als er niemand, maar werkelijk waar ook niemand is hier op het strand. Dan ga je dingen vinden. Ik ben benieuwd. Ik vind het dan een hele mooie zeester. Hij is voor de beestjes, jongens. Hij is voor de beestjes. Ik laat lekker zeesterren, jongens. Echt hier gewoon op het strand vinden we zeesterren. Dat is echt super awesome. Vogeltjes die de zeesterren opvreten vind je hier ook. Hallo! En daar zitten we weer lekker in de auto. Tja, het was me weer wat hoor. Ik ben echt heerlijk op het strand heel even wezen uitwaaien. Heel even tussendoor wezen uitwaaien. En zoals jullie al zagen, gewoon onverwacht een heel leeg strand. Maar met heel veel zeesterren. Dat heb ik nog nooit gezien op het strand. Nog nooit zoveel zeesterren hier in Nederland. Op een Nederlands strand gezien op het strand. Ik bedoel, op vakantie daar kom je die dingen altijd tegen in het water, in de zee. Maar hier lagen ze gewoon op het strand. Ik bedoel, heel veel. Dat vond ik best wel gaaf om een keer gezien te hebben. Ja, een tessel spoelen er potvissen aan. Hier bij mij in de buurt spoelen er heel veel zeesterren aan. Ja, het verschil moet er wezen. Nou, nogmaals, ik lul veel te veel weer. Ik ga op naar huis. Ik ga me opwarmen. Ik ga lekker een warm douche pakken, denk ik. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Hier, op Erik J. Ja, mooier kan ik het niet maken. Maar zo is het wel. Bye bye. Zo, en we zitten weer lekker uitbuikend hier op de stoel. Lekker te genieten van een heerlijk avondje. Echt, ik heb gegeten, jongen. Echt, dat is niet normaal. Wat heb ik gegeten? Ik weet niet eens wat ik heb gegeten. Iets met veel vlees. Rijst. Het was iets Marokkaans, maar ik begreep helemaal geen reet van wat ik op heb. Er stonden allemaal namen op en het was iets met yoghurtsmaak erin en zo. We kregen van dat afknipbrood. En het was allemaal echt super lekker. En we hebben ook een toetje op en dat heette 1000 gaten flensjes. En daar zaten echt, nou weet ik veel hoeveel gaten in. We hebben ze niet geteld. Dus we geloofden op hun woord eigenlijk dat er 1000 gaten in zaten in die flensjes. Er zat ijs bij en wat fruitjes. Het was gewoon allemaal super lekker. We hebben wat koffie gedronken. Nou, die koffie, echt, ik sta op stuiteren. Ik zit hier echt gewoon neergeploft in mijn stoel. Maar ik sta eigenlijk op stuiteren, want wat was die koffie sterk. Die koffie was echt onwijs sterk. Zulke sterke koffie heb ik nog nooit gedronken. Maar, oh, wat was die sterk. Het was echt een hele sterke koffie. Dus ik sta nog steeds van, moe. Ik moet eigenlijk dadelijk gaan slapen, maar ik ga nog helemaal niet slapen. Want ik ga nog allemaal dingen doen. Zo erg was die koffie. Het was gewoon, ja, nou lekker. Mijn moeder had gewoon cappuccino genomen. En die was een stuk minder sterk dan dat mijn koffie was. En het koffie zat ook eigenlijk maar in zo'n klein rotkopje. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat ik had gekregen als ik espresso had genomen. Dan denk ik dat ik zo'n kopje had gekregen, maar die echt 10 keer zo sterk is. Dan,
loop ik helemaal te stuiteren. Ik ga mijn hartkleppen gewoon helemaal, die flippen gewoon. Dus dat is gewoon niet normaal. Maar kortom, het was een gezellige avond. Nogmaals, ik hoop dat jullie ook de stukken tussendoor, de andere vlogs, in één vlog. We hebben gewoon 3 vlogs in één gedaan. Echt, ik heb het me gemakkelijk gemaakt door te zeggen dat ik met mijn moeder uit eten ga. Die heb ik opgehaald. We zijn uit eten gegaan. Vervolgens ben ik nu thuis ondertussen, terwijl tussen het eten door, hebben jullie dus de vlogs gezien van Sparta tegen RKC. Die met wonderbaarlijke wijze met 5-2 gewonnen hebben van RKC. En nog steeds hun koppositie in de top steeds veilig hebben gesteld. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, want ik heb de laatste stand niet gekeken. Dus ondertussen kan het dan veranderd zijn. En natuurlijk het zeesterrenavontuur. Want och mijn hemel, wie heeft er ooit wel eens zoveel zeesterren in één keer gezien? Voor mij was het in ieder geval de eerste keer. En ik heb toch wel echt wel heel wat dingen, bizarre dingen in mijn leven gezien. Dus vergeet vooral even vergeet niet te liken, te abonneren en te reageren. En dan ga ik lekker mijn bedje in. Eigenlijk nog helemaal niet, want ik denk dat ik gewoon nog film ga kijken of zo. Misschien nog even gegamen of zo, ik weet het niet. Ik ben klaar wakker. Ik denk dat ik op mijn vriendin ga wachten. Ik heb trouwens nog een nieuwtje. Dat zou ik helemaal vergeten. Maar of had ik dat er net al verteld? Maar mijn vriendin en ik die hebben vandaag de ringen gekocht. We hebben vandaag de trouwringen gekocht. En die worden dan besteld. Dat was echt zo chic. We kwamen die winkel binnenlopen. En we hadden afspraak gemaakt, want je moest een afspraak maken voordat je daar naar binnen kon. En we kwamen er binnen en er werd gelijk al gezegd van ja, neem wat te drinken, neem cupcakes. Er stonden allemaal cupcakes en zo voor de wedding. Er stonden drankjes, ja neem jus de gans, iets fris, iets water mag ook. Maar we hebben ook champagne. En wij dachten van nou, dat is op zich wel, hè. Het was 11:00 ochtends, we dachten nou, champagne is wel lekker toch, dit is iets feestelijks. We hadden champagne gehaald, want die krijg je daar. Wij dat glaasje champagne gehaald. Zat er op de bodem zo'n laagje bladgoud in. En dat was echt. We dachten van mogen we dit wat drinken of niet? Toen kwam er iemand naartoe. Meneer, mevrouw. Wacht even voordat u die champagne gaat drinken. En wij dachten, oh ja, zie je wel. Dit bladgoud mag je niet heen. Dit zijn glazen voor de sier. En toen kwam hij vervolgens met een fles aan. En toen schonk hij gewoon nog meer bij. Hij zei van ja, daar hoort natuurlijk meer bubbels bij. Hij zei van ja, die glaasjes moesten nog volgeschonken worden. Oké. Nou ja, goed, dat was in ieder geval, het was echt heerlijke champagne, echt super heerlijk. In ieder geval, die champagne was echt super lekker. Vervolgens hebben we de ringen gekeken, hebben we ringen uitgezocht. En we waren al heel snel uit welke ring we wilden hebben. Wel, wat voor ringen dat is geworden, dat zien jullie pas op mijn trouwerij zelf. Dat is de vlog van mijn trouwerij, want ik ga het zeker vloggen, echt waar, dat lijkt me zeker wel. In ieder geval stukjes filmen, er worden ook stukjes gefilmd. Echt, er worden gewoon ook film, er wordt een film van gemaakt, dat stond bij mij voorop. En ja, dan ga je die ring ook zien. Dan maak ik ook een vlog van mijn ring. En zeg maar, kijk, dit is nu mijn verlovingsring. Dat is hem nu. En mijn trouwring, ja, die ga je dan zien. We zijn er heel erg gelukkig mee. Daarna zijn we nog even in de markthal in geweest. En nou, dat is het eigenlijk. Ik ga nu echt naar bed. Ik ben moe. Ik ga slapen. En ik ga misschien eerst nog wat tegen de hoest doen. Want ik ben nog steeds rete verkouden. En mijn neus even snuiten. Ik zie jullie de volgende keer. Bye.